What is it that this formation that you played last week and this defence that you like so much that makes you play 10 times better? What formation is it? Well, you're the four at the back, Partey at right back, and then you've got Benmer, Gabriel, and then Kirio at left back. What did you like so much about that? I think we discussed formations in a different way. In the other day, there were 36 different formations in the match. Against Manchester City, 43. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Tactiek op Vrijdag. Ja, we hebben net de woorden van Mikel Arteta aangehoord. 36 systemen geeft hij aan. Sterker nog, hij geeft aan dat er zelfs 43 systemen zijn gespeeld tegen Manchester City. Pieter, we hebben het vaak over startformaties. En dat is in het geval van Arsenal. Op papier staan ze vaak als 1-4-2-3-1. Jij hebt de KNVB-cursus doorlopen, hè? Dan zit er één erbij. Ja, zeker. De keeperstrainers worden altijd boos als je de één overslaat. Maar als we nou daar vanuit gaan. We weten wel dat gedurende een wedstrijd dat teams naar een driemans defensie gaan. Of dat ze ineens met vier aanvallers uitkomen. Maar 43 formaties. Jij gaat op VE Pro kijken of het daadwerkelijk zover is. Vanavond zelfs al. Vanavond hebben we uitsluitsel. Zeker. Je hebt de eerste 10 heb je al. Die gaan we dus nu delen in de aflevering van Tactiek op Vrijdag. Daar ga je ons doorlopen. Maar de 43... Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel gewisseld wordt. Denk je dat hij het gaat halen of niet? Nou, dat is het fascinerende aan die uitspraak. Je ziet op een gegeven moment dat citaatje, zie je ergens voorbij komen. En dan wordt het toch, ja, wordt er iets in je brein getriggerd dat je denkt. En dan denk je, dan ga je dat fragment terugkijken. Dan denk je, ja, hij bedoelt dit volgens mij ook niet cynisch. Volgens mij is hij serieus. Ja. En is het ook niet hyperbolisch bedoeld, weet je wel. Ja, en dan denk je toch, ja, ik moet gaan kijken van, ja, is dit zo? En dan moet je natuurlijk ook een beetje nadenken van, wat voor definitie zou die dan hanteren voor een formatie? Want daar kun je natuurlijk ook eindeloos over reden twisten. Zeker in Nederland zijn we daar goed in om dat op die manier te doen. En mijn vermoeden is dat wat hij ziet als een formatie, ja, een veldbezetting, een unieke veldbezetting. Die in op alle moment, situaties, hè? Ja, dus verdedigend aanvallen. Of aanvallend, ja. Waar ze wel dan... Nou ja, langere tijd instaan, want in omschakelmomenten kom je nog in nog gekkere formaties Precies. terecht. Maar ja, een bepaalde veldbezetting die wel duidelijk herkenbaar is en waar ze voor een langere periode dan een paar seconden instaan. Ja, en op die manier ga je dan tellen in die wedstrijd en dan al redelijk snel kom je tot de conclusie, nou... Die zou best wel eens in de buurt van die 43 kunnen komen. Ja, maar het grappige is, vooraf dachten we van, nou, dat zal toch niet. Maar je hebt de eerste 10, heb je al, die gaan we zo meteen al delen. Ja. Maar toch, 43. Ik vond 36, daar begon hij mee van, zo, 36, hè? Wat bedoelt hij daarmee? Vervolgens heeft hij dus tegen Manchester City, heeft hij dus nog meer formaties aangehaald. Maar wat wel grappig is, denk ik, om mee te nemen, dat we zien vaak de opstelling voor een Champions League wedstrijd, daar zie je de formaties staan. Maar uiteindelijk, op het moment dat die bal rolt, dan zie je al gedurende de wedstrijd dat die formatie steeds wisselt. Maar dat het zoveel wisselt, dat had ik niet... Ja, en daarom is het ook zo leuk, denk ik, om in deze casus te duiken. Want ik vermoed ook dat het een beetje dan vandaan komt bij die videoanalisten en zo. Die hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal van die toeltjes. En het is bekend bij teams als Arsenal, dan zitten er 10 op de tribune. En dan eentje codeert aanvallen, eentje codeert omschakeling vanuit aanvallen. En ik vermoed dat bij Arsenal ook gecodeerd wordt en dat het dan bij wordt gezet. Eerste fase opbouw, hier staan we in een... 4-2-3-1 en dan ook nog met de poppetjes op die plekken. En dat die op die manier eigenlijk vanuit die codering van die analisten, dat die dan ook, op basis daarvan kun je natuurlijk weer analyses maken. Dus bijvoorbeeld als Zinchenko tijdens het aanvallen op het middenveld komt, dan komen we tot betere kansen, weet je wel. Dat soort dingen kun je dan ook uit de analyse halen als je op die manier codeert. Dus ik vermoed ook dat die 43 formaties, dat het eigenlijk vanuit het codesysteem van analisten van Arteta is gekomen. En toen hebben wij natuurlijk geprobeerd... kunnen wij het ook op die manier coderen... die wedstrijd tegen City terugkijken. En dat is wel leuk als je het op die manier gaat doen. Want als je gewoon met die bril gaat kijken naar die wedstrijd... je ziet toch nieuwe dingen. Ik heb die wedstrijd toen live gezien. Ja. En dan realiseer je niet eigenlijk dat er zoveel gebeurt... op tactisch gebied... qua beweging, als dat we straks ook al gewoon aan de hand van deze 10 screenshots gaan zien. Maar het zal er niet altijd op tactisch gebied zijn. Het is toch soms ook wel eens een keuze van een speler die verrassend is en ook voor een bepaalde formatie zorgt? Ja, zeker. En dan heb je natuurlijk, dat is natuurlijk waarom Arsenal daar ook goed in is. Dat ze hebben bepaalde tactische richtlijnen en dan hebben die spelers daarbinnen best wel wat ruimte om dat in te vullen.
Dus ja, ze willen bijvoorbeeld altijd in de opbouw willen ze liefst eentje meer hebben dan de tegenstander aan de aanvallers heeft. Ja, en wie daar dan komt, of dat een middenvelder is of een back of wat dan ook, naast die twee centrale verdedigers. Ja, dat kan heel erg verschillen en dat betekent dan ook weer voor alle spelers daarvoor iets. Maar het is niet dat ze uit een soort van ja, fantasie zomaar in een rare veldbezetting komen. Nee, er zijn wel bepaalde uitgangspunten. En binnen die uitgangspunten is er gigantisch veel variatie zichtbaar. In ieder geval tijdens het aanvallen en in het verdedigen zie je wel duidelijk terug dat voor nou ja, hoogdruk zetten, middel-laag blok, middel-hoog blok en laag blok, dat dan ja, daarvoor gewoon duidelijke afspraken precies zijn. En dat ze daar gewoon altijd in die formatie daadwerkelijk staan. Terwijl tijdens het aanvallen de continu van positie gewisseld wordt. Ja, precies. Dus de meeste formatiewisselingen gebeurt tijdens het aanvallen. En verdedigen is iets gestructureerd. In die zin vaste structuur. Laten we gewoon eens beginnen met fragment 1. Hier zien we hem, Pieter. Dit is het moment begin van de wedstrijd. Neem ons mee. Ja, nou, dit is dus de formatie in het middelhoge blok. Zoals ze dat in het trainersjargon noemen. En nou, we hadden het er net over. Op wedstrijdformulier zie je staan 4-2-3-1. Ja, als je ze zo ziet staan, Ødegaard naast Havertz. En je kan niet anders zeggen dan dat dit een 4-4-2 is. En dat is verdedigend bij Arsenal onder Arteta eigenlijk al ja, lange periodes dat dat eigenlijk standaard de defensieve uitgangspositie is. En dat is ja, bijvoorbeeld ook zo. City, Guardiola, hoe die verdedigen is eigenlijk ook 4-4-2 zonder bal. En dat ja, zie ik hier dus ook gebeuren bij Arsenal. Omdat je dan redelijk makkelijk ja, zowel het midden van het veld als de zijkanten vanuit die structuur redelijk goed kan afdekken. Dus je ziet dat veel teams in 4-4-2 verdedigen. Ook al, ja, als je het inderdaad hebt over formaties op het wedstrijdformulier, dan zie je denk ik bij topclubs of in nergens nog een 4-4-2 op het wedstrijdformulier staan. Maar ja, in het verdedigen, en je ziet het hier, ja, dat, je kunt het niet anders omschrijven dan een 4-4-2. Nee, precies. En dit is dus wat je al aan het begin van de uitzending al gehad, duidelijke structuur vanuit de 4-4-2. Inderdaad om hoeken uit te zetten, maar ook de as dicht te zetten. Nou, dat zien we niet duidelijk terug. Laten we gelijk het tweede fragment er ook bij pakken, ja. Pieter. We gaan er gewoon lekker snel doorheen. Nou ja, hier zie je dus, gaan ze hoog druk zetten. En dit, als je die tijdscodes bekijkt, hier zijn 9 seconden zitten tussen. Dus we zagen ze net in de 4-4-2 staan, nu gaan ze druk zetten. En hier zie je, dit heeft weer heel erg te maken met, oké, hoe bouwt City op? En je ja, weet bij City, in dit geval met Rodri en Kovacic, dat zijn een beetje de ja, pilaren, die twee controleurs voor de defensie. En die moeten het spel gaan vormgeven. En je ziet dat zij daarop anticiperen door Ødegaard speelt echt vanuit Kovacic hier. En dan stapt, die was in eerste instantie controleur, Rice, ja, links in de controle. Die gaat helemaal door op Rodri en Havertz, die pakt eigenlijk die twee centrale verdedigers op. Dus ja, dit zou je het best kunnen omschrijven denk ik als een 4-1-4-1-achtige formatie. En dit deden ze iedere keer als die bal zeg maar terug naar Ederson ging, kwamen ze in deze structuur om druk ja, te precies zetten. Want in de rechterzon staat dan ook nog een buitenspeler. Eventjes, dan, ja, dan kom je dus in die 4-1-4-1. Ja, Saka ja, die staat daar buiten beeld, een beetje een beroerd beeld wat dat betreft, ook om formaties te ontdekken. Dus daar kan de regie nog een beetje aan werken wat mij betreft. Maar die staat er inderdaad rechts nog eigenlijk op dezelfde ja, hoogte als waar Martinelli staat. En is Thomas Partey, die is als enige controlerende middenvelder nog in positie daarachter. En je zag dat ze iedere keer ja, dus deze beweging maken vanuit 4-4-2, schuift Rice door. En dan komen ze dus in die 4-1-4-1 terecht. Ja. En als City er onderuit dreigde te spelen, dan ging Rice weer terug naast Partey en kwamen ze weer in die 4-4-2 terecht. Dus dat ja, schoof in het verdedigen eigenlijk voortdurend heen en weer. Oké, okay, interessant. Dan gaan we gelijk door naar fragment 3, Pieter. En nu hebben we een balbezitmoment. Ja, een van de eerste balbezitmomenten in die wedstrijd. En dit is eigenlijk het enige moment in de wedstrijd dat je zou kunnen zeggen dat het een soort 4-2-3-1 is. Want je ziet dus die keeper tussen die twee centrale verdedigers, die twee controleurs ervoor. Dus hier links zie je nog linksback Timber in beeld. De rechtsback, ja, die staat ook ergens op die hoogte. En dit is zeg maar de enige momenten bij Arsenal waar je daadwerkelijk zou kunnen zeggen 4-2-3-1. En zelfs daar zou je nog een beetje over kunnen twisten of dit echt 4-2-3-1 is. Ja, eigenlijk wel. Want als je kijkt hoe hoog Timber staat ten opzichte van zijn defensie, zou je bijna zeggen ja, dat je precies, je kan ook zeggen het is 2-4-3-1. Ja. Dus ja, dat is net een beetje hoe wil je het gaan noemen. Maar dit is het enige moment in de wedstrijd, echt in balbezit rond de eigen 16, dat het in de buurt komt bij wat we ja, voor iedere wedstrijd op een wedstrijdformulier zien staan als tactische formatie. En ik denk dat daar dan ook een beetje vandaan komt dat ja, Arteta er zo op aanslaat als hij vragen krijgt over zijn formatie. Omdat hij daar dus ja, op een andere manier
naar kijkt. Klopt. Je kan wel op het wedstrijdformulier het zo neerzetten, maar het is nooit dat. Nee, en je zag ook bij City de structuur met twee spitsen, ook mooi om te zien. Ja, dus ook ja, 4-4-2 in eerste instantie in het verleden. Het is net alsof ze elkaar kennen, hè, die twee trainers. Ja. Echt bijzonder. Is daar een relatie tussen? Ja, wie zal het zeggen? Ja. Wie zal het zeggen? Maar wie is de extreemste van de twee? Dat wil ik tussendoor nog wel even weten. Arteta is extremer qua variatie binnen die formatie. Omdat bij Guardiola zit er toch vaak wat meer vastigheid in. Dat hij echt wil van, oké, bijvoorbeeld vanuit de vier achterin. Wie is degene die doorschuift naar een middenveld? Ja. Nou, in deze wedstrijd was er bijvoorbeeld Walker die dan hoog ging staan als rechtsback. En dan de rechtsbuiten aan de binnenkant. En dan is het wel vaak dat patroon wat iedere keer op die manier terugkeert. Terwijl bij Arsenal zit er heel veel variatie in de manieren waarop ze daar komen. Dus okay. Er zit bij Arsenal over het algemeen meer variatie in dan bij Manchester City. Goed om dus, te weten. Arteta is extremer. Oké, nou dat is mooi. We gaan trouwens wel zien vanavond als we die 43 halen. Ik ga de meest extreme formatie eruit halen en die gaan we volgende week bespreken. Lijkt me goed. Ja? Gaan we gelijk gaan naar live, volgende. Hè? Gaan we live dan? Nou, dan hebben we Arsenal toch? Oh ja, tuurlijk. Ja, we hebben woensdagavond Champions League live. Dan zeker weten. Ik wil vast even aankondigen. Zo Arsenal PSV. Daarom hebben we het natuurlijk nu ook een beetje over. Dus dan kunnen we denk ik in een live show van 5,5 uur alle 43 formaties doorspreken, toch? Dat denk ik wel, ja. Misschien komen we nog wel tot meer formaties die Arteta nog niet gezien heeft. Als dat geen kijkcijfer kan gaat worden, dan weet ik het ook niet. Je moet het inderdaad gezien. We gaan naar het volgende fragment, Pieter. Want we hebben nog heel wat fragmenten te bespreken. Nu zitten we weer in de fase van balbezit Manchester City. Ja, en hier zie je dus rond de eigen 16. En daar zie je gebeuren dat Saka en Martinelli, en hier zie je ze allebei in beeld, dat die helemaal naast de backs komen van Arsenal. Dus dit zou je een soort van 6-2-2 kunnen noemen. Want dit was wel een patroon wat je ook iedere keer terugzag, dat als City ver doorkomt, en dan wil City natuurlijk eigenlijk met 5 man aanvallen, en dan gaat Arsenal dus met 6 man verdedigen. En dan hebben we nu eigenlijk de 3 defensieve formaties van Arsenal besproken. Dus je had dus de hoge druk met Rice, die aan het doordekken was, en Ødegaard. Ja. Dan middelhoog 4-4-2 en dus laag blok. Dan komen die buitenspelers terug en dan kom je eigenlijk met 6 verdedigers te staan. Ja. En dit is eigenlijk alles wat we qua formaties in het verdedigen van Arsenal gezien hebben in die wedstrijd. Okay, nou, maar er zijn er toch ook alweer 3. Zeker, zeker. En je ziet ook wel duidelijk de structuur. Je zegt in die eindfase is het gewoon echt wel verdedigend ingesteld. Wel over het algemeen proberen ze wel echt die drukmomenten te creëren. En in de eindfase is het gewoon van lopende mensen opvangen en kijken of je daarna weer kan omschakelen. Klopt, klopt. Dus, maar we gaan gelijk door naar het volgende fragment, want we hebben nog zoveel te bespreken, ja, Pieter. We moeten er nog 42 ongeveer, toch? Ja. Kijk, we zijn weer op de helft van de tegenstander. Ja, hier zijn ze denk ik aan het aanvallen. Ik ben even aan het zoeken waar we eigenlijk... Dit is een ander moment van druk zetten is dit nog. Een ander moment van druk zetten waar we even Rice, en dat heeft meer te maken met dat ze nu bij City aan het bewegen zijn. Ja. Het zijn net waar ik de 3, maar het zijn er dus 4. De structuur blijft hetzelfde toch, Pieter? Ja, het blijft enigszins hetzelfde. Het enige wat je inderdaad dus ziet veranderen is dat in dit geval Rice eindigt in één keer als middelste van de 3 mannen die aan het pressen zijn. En Havertz die komt links daarvan terecht. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dit is weer een net wat andere formatie, maar je ziet dezelfde structuur waar we net over hadden met Partey als enige controleur en die beide buitenspelers terug een beetje aan de binnenkant, dat er nog steeds in zit. Ja, precies. En allemaal vanuit, zeker die daarachter, allemaal vanuit een tussenpositie. Ja. Mooi, gaan we gelijk door naar het volgende fragment. Hey, er is een corner tegen. Corner tegen is altijd een beetje de vraag, telt Arteta dit nog los mee als een formatie, maar je zou nog best een betoog kunnen maken dat dit ook een formatie is. Want ze staan in principe gewoon hier in 5-3-2 deze corner te verdedigen. Ja, dus, natuurlijk is dit een formatie, is ook duidelijk. Je ziet duidelijk de structuur daarin en dat zie je natuurlijk bij ieder Europese topclub. Sterker nog, ik denk dat iedere club dat wel aanhoudt, maar je ziet wel duidelijk een structuur erin. Ja, dus als je als Arteta wil, kun je zeggen, dat is ook weer een formatie. En dan telt het lekker aan, hè, richting de 43 op deze manier. Ja, precies. Nou, dan gaan we gelijk door naar de volgende. We zijn nu toch lekker bezig, Pieter. En nu komen we daadwerkelijk in het aanvallen terecht. Dat was natuurlijk een beetje een rare wedstrijd voor Arsenal tegen City, omdat ze hebben vaak de bal niet. En hier zie je dan een beetje de aanvallende structuur van Arsenal terug. Maar er zijn natuurlijk verschillende structuren die je terug kan zien. Maar hier spelen ze volgens mij, dit is Havertz denk ik, die de spits een beetje uit beweegt. Timber die links aan de binnenkant aanvallend terechtkomt. Ja. En Ødegaard die rechts aanvallend terechtkomt. In de positie van Rijs ook interessant in dit geval.
Ja, die een beetje naar links uitgeweken is. Dus ja, je kan zeggen dit is 2, 3, 5. Bijna wel, ja. Ja, bijna of je wel. Zou kunnen zeggen White is misschien meer de rechtsback. Dat, je zou kunnen zeggen dat is misschien de derde centrale. Dat hangt er natuurlijk altijd een beetje tussenin. Ja, het is net een beetje welk naampje eraan geeft. Maar je ziet hier ook wel weer een duidelijke structuur terug. En dan is in dit geval, ja, dus vooral die positie links aanvallend. Daar is best wel veel variatie in bij Arsenal, wie daar staat. Ja. En in dit geval is dat dus Jurgen Timber, de linksback, die dan als linker aanvallende middenvelder uitkomt tijdens de aanvallen. Ja, ja, dit is wel grappig. Hè? Want hier zie je al de eerste positiewisselingen. Want dan is bijvoorbeeld de rol van Havertz weer heel bepalend. Want die trekt een bepaalde ruimte waar iemand anders in zou kunnen komen. En daarmee heb je natuurlijk ook alweer dat je een formatie wil. Wat als Timber de binnenkant pakt, of dat Ødegaard doorkomt, of dat Saka van buiten naar binnen gaat en de back gaat door. Dan zie je dus wat één poppetje doet door uit te zakken. Klopt. Wat het gevolg dan is. Ja, exact. En dat maakt denk ik ook wel interessant. Van als die bal dus eenmaal gaat rollen, of als iemand een bepaalde loopactie maakt, vanaf dat moment ja, wordt het spel gespeeld. En is het dus eigenlijk ook wel vanuit ja, de principes van Arsenal, zie je steeds nieuwe formaties ontstaan. Dus en anderen gaan er ook op reageren. Zelfs inderdaad met Timber die inschuift. Omdat hij inschuift, zie je dat Rice wat meer naar die linkerkant uitzakt. Ook om dan de organisatie achter de bal goed te houden. Ja, ja. En dan ontstaat eigenlijk op een hele natuurlijke wijze iets wat je nieuwe formatie zou kunnen noemen. Ja, precies. Nou, dan ben ik benieuwd naar de volgende formatie, Pieter. Formatie nummer 8 inmiddels. Ja, het gaat hard. Ja, je bent al bijna de tel kwijt, hè? Dus dat gaat lekker. Maar hier zie je ook weer terug waar we net over hadden. Dus Timber is nu iets opgeschoven juist langs de lijn. En dan zien we Rice als eigenlijk derde centrale verdediger in de opbouw terechtkomen. En ja, je ziet ook al meteen wat dit doet met City. Dus Bernardo Silva, die zie je nu tussen Rice en Timber instaan. Want die moet op een gegeven moment dan gaan kiezen. Ja, ga ik degene dekken die op het wedstrijdformulier linksback staat, of degene die daadwerkelijk linksback uitkomt. In dit geval is dat Rice. Dus zo zie je ook alweer dat ja, in de opbouw, dus door één persoon die gaat bewegen, dat ook bij de tegenstander iets gaat bewegen. En ja, dit is wel iets wat je als Rice op het veld staat veel ziet terugkomen bij Arsenal. Dat hij die linkerzone, dat hij daar graag uitzakt om de opbouw te verzorgen. Een beetje in de Frenkie de Jong-zone. Ja, dat is wel interessant. Hè? Er zijn bepaalde spelers die bepalen dan heel erg ook het gedrag van de tegenstander. Want je hebt het nu over Rijs bij Arsenal, Frenkie de Jong bij Barcelona. Maar pak het afgelopen seizoen bijvoorbeeld Gundogan bij City, die deed dat ook. Ja. Die speelde echt met zijn tegenstander. En dat maakt... is wel een leuke vergelijking ook. Omdat zij natuurlijk vorig jaar hadden ze Xhaka op die positie, Granit Xhaka. En die speelde juist vaak als die linker controleur, kwam die uit als linker 10, waar we nu Timber zagen opduiken. Dus dat bepaalt ook echt, en dat was ook wat Arteta zei, van ja, ik kan niet dezelfde spelen als vorig seizoen, want ik heb niet dezelfde spelers. Dus Xhaka, die is goed als hij juist naar voren kan stomen. En dan heb je weer een linksback bijvoorbeeld nodig, die aan de binnenkant kan spelen om als tweede controleur uit te komen. Ja, en nu heb je met Rice iemand, ja, die is misschien minder goed in ja, zo'n Gundogan-achtige rol, dat je echt als tweede team erbij komt. Maar die is wel heel goed in juist dat uitzakken en vanuit daar de opbouw vormgeven. Dus het is ook heel erg kijken naar ja, waar ze spelen goed in en hoe breng ik hem dan ja, in die posities dat hij datgene ook daadwerkelijk kan doen. Ja, maar dan zit je dus ook weer als coach, laat maar zeggen. Dus je scoutingsrapporten zijn super belangrijk. Want koppeltjes moeten complementair aan elkaar zijn natuurlijk. En dan zie je dus dat één zo'n wisseling van Xhaka die weg is. Oké, je hebt een vervanger. Maar dan moet je eigenlijk weer een andere vervanger hebben die andere ruimtes inzet. Dus dat is best wel weer interessant dat je ook op zo'n transfermarkt, op het moment dat er dus iets verandert, dan hoef je niet per se één op één te wisselen. Maar je kan dus ook kijken van oké, ik heb nu zo'n type, dus ik heb weer een ander type daarbij nodig. Ja. En dat, ja, die wisselingen blijven interessant. Zeker bij ja, dat en dat wordt natuurlijk ook richting PSV wel interessant. Want ze hadden natuurlijk Timber in deze wedstrijd als linksback. Die viel op een gegeven moment geblesseerd uit. En daarna hebben ze met types als Kiwior en zo daar geprobeerd. Dus eigenlijk een derde centrale verdediger als linksback. En dat betekende weer dat hij aan de rechterkant met Partey een rechtsback neerzetten die juist het middenveld inkwam. Ja. Maar nu Zinchenko is weer op de weg terug. Dus het kan best zijn als Zinchenko terug is, dat dat ook weer allemaal ja, opschuift en dat die formatie ook weer net een andere richting krijgt. Dus dat zijn allemaal dingen. Zeker als je als PSV dit moet scouten. Ja, is best wel lastig om dan te voorspellen wat ze gaan doen. Ja, er kunnen twee poppetjes heel bepalend zijn voor de veldbezetting op links en op rechts. Ja, precies. En ja, ga je dan vanuit wat vaak is natuurlijk ook zo dat diegene die op het middenveld komt, Zinchenko en Partey, ja, zijn dan één op één aan de zijkant niet de beste verdedigers.
Ja, je kunt misschien een hele wedstrijdbespreking houden richting Noël Lang. Van, je staat tegenover Thomas Partey. Die is heel goed op het middenveld. Maar als hij op een gegeven moment dan ja, daar terecht komt als rechtsachter, dan kun jij hem voorbij dribbelen. Ja, dan speelt misschien niet Thomas Partey, maar een van de rechtsback die wel kan verdedigen. Ja. Pak een beet Tomiyasu. En dan wordt alles ook alweer anders. Dus dat, ja, dat maakt het tegen dit soort teams denk ik ook wel heel ingewikkeld om van tevoren een analyse te doen en al die spelers die handvaten. Hoeveel wedstrijden moet Peter Bos kijken dan? En je moet ze eigenlijk allemaal gezien hebben. En daarna, ja, je kunt je spelers ook niet al die informatie geven. Dus je moet ja, ergens ja, een vorm zien te vinden. Dat er in ieder geval duidelijkheid is over ja, hoe gaan we dat opvangen. En dan is juist vooral de vraag van oké, ja, als een back naar het middenveld komt, hoe gaan we dat oplossen? En als dat duidelijk is, en ze komen wel iedere keer natuurlijk een soortgelijke veldbezettingen uit, ja, dan kun je het op een gegeven moment gaan oplossen. Maar ja, dan moet je wel duidelijke afspraken van tevoren over maken, anders kom je in de draaimolen terecht. Maar als Peter Bos vanavond gewoon alle 43 de formaties bekijkt en hij tekent ze uit, dan weet je op de bank gewoon, oké, we zitten nu in deze formatie, dit gaan we nu doen. Oh, volgende bladzijde, we zitten nu in deze formatie, oh, we gaan dit doen. Zou dat kunnen? Het zou kunnen, huh? Alleen dan moeten de spelers er ook klaar voor zijn. Precies, die de trainer lukt misschien nog wel, maar de spelers moeten het ook altijd uitvoeren. Dus dat kan het ingewikkelder maken. Mooi, we gaan naar fragment 9, Pieter. Ja, weer een opbouwmoment. Ja, hier zie je beide backs nog een beetje aan de zijkant. Eigenlijk een middenveld met de punten achter en dan Havertz als valse 9. Dus je zou kunnen zeggen, dit is 4-3-3 met de valse nummer 9. Je zou kunnen zeggen, dit is 4-4-2 Ruud met de twee jongens, Saka en Martinelli, aan de zijkant. Maar het is in ieder geval weer een andere formatie dan wat we tot nu toe gezien hebben. Ja, interessante formatie ook. Dan gaan we naar de allerlaatste formatie. Tenminste, vooralsnog, want jij bent tot hier ben gekomen en dan gaan we weer verder. We zitten in minuut 24. En dit is wat we zien. Ja, we zien hier dus Thomas Partey uitzakken als derde centrale verdediger. Dus eigenlijk wat Rice als controleur hebben we dat net op links zien doen. Nu zien we Thomas Partey doen op rechts. Nou, dan maakt Rice de tegenovergestelde beweging. Dus hij blijft als controleur voor die defensie staan. Dan heb je nog die twee backs enigszins aan de zijkant. Dus ja, hoe wil je het noemen? 3-1-4-2 zou je het kunnen noemen. Ja, of 3-1-3-3. Ja. We weten niet precies hoe ze hier... Nou, dat is wel even goed om aan te geven. Kijk, Mikel Arteta heeft natuurlijk mannetjes boven op de tribune, dus je hebt altijd overzicht. En hier is het een beetje gisteren. Je weet in ieder geval dat er drie aanvallers nog voorop staan, maar hoe ze precies staan, dat is dan even de vraag. Nou, twee zijn het er. Nog twee, ja. Ja, ja, dus rechts staat er nog iemand. Saka en Martinelli, want Havertz is hier naast Ødegaard gekomen in diezelfde lijn. Ja, ja, dus ik was er rechtsachter even vergeten. Die, ja, precies. Die staat een beetje staat. Bij Arteta staat hij in de dekking. Dus ja, dat is ook weer een variatie. Nou, en hier zie je dus, en dit is de eerste keer dat ze een beetje balbezit beginnen te krijgen in deze wedstrijd. En dan zie je dus al ja, op hoeveel verschillende manieren je dat kan doen. Met Partey die uitzakt, met Rice die uitzakt. We weten natuurlijk ook dat bijvoorbeeld White, die kan goed als derde centrale spelen. Ja. Ook in de opbouw. Maar dat kan Timber, die kan dat in principe ook. Nou, als je al die dingen gaat optellen, en dan gaat het op een gegeven moment best wel hard. En ik kan de mensen wel vast voorspellen dat Arsenal op een gegeven moment meer de bal ging krijgen in deze wedstrijd. En dan begint het... Als dan je is ziet, de kans is groot dat ze de 43 gaan halen, Pieter. Nou, dan gaan ze in ieder geval heel dicht in de buurt komen, Jarno. Dat kan ik verzekeren. En ik denk, ja, met deze teamformaties, dan krijg je gewoon een heel inkijkje in ja, wat Arteta ermee bedoelt. Van, ja, een formatie. Ja, jij bedoelt er waarschijnlijk iets anders mee dan ik. En hoe hij ernaar kijkt, ja, dan zie je dat het veel complexer is dan de discussie die we in Nederland vaak voeren. Ja, daar gaat het toch nog vaak over. Hè, je zit 4-3... 5-3-2, ja, zeg het maar. Wat heeft Arsenal deze wedstrijd gespeeld? 43 formaties tegelijkertijd. Geen 4-2-3-1. Ja, dat is eigenlijk bijna niet. Terwijl dat er wel op het wedstrijdformulier stond. Dus ja. Ja, dat is wel geinig, denk ik, aan het moderne voetbal. Dat er zoveel dynamiek en interactie in zit. Ja, dat bijna niet meer in zo'n nummercombinatie terug te voeren is. Ik geloof dat het citaat is van Guardiola die wel eens zei van formaties, voor mij zijn dat telefoonnummers. Ja, het is dus een eigenlijk niet interessant. Het is een eerste uitgangspunt en daarna heb je natuurlijk veel vrijheden en ontstaat er ook veel. Precies, ja, en dat is wat je hier vooral ook ziet gebeuren bij Arsenal. Dus je hebt wel bepaalde vastigheden die je terug ziet komen. Dus je ziet dus iedere keer dat ze wel weer terugkomen in dat soort driemans opbouwen. Ja. Alleen de manier waarop ze daar komen, dat kan
heel erg verschillen. En ook echt van wedstrijd tot wedstrijd kan dat verschillen. Dus bijvoorbeeld tegen City kiezen zij er weinig voor om een back laag te laten komen. Ook omdat ze dan misschien weten dat het voor City dan makkelijker wordt om druk te zetten. Want dan heb je, City speelt dus met De Bruyne, Haaland vaak. Nou, dan heb je twee op die twee centrale verdedigers. Kom dan die back erbij, dan kan gewoon de buitenspeler mee. En dan kun je met drie op drie vastzetten. Terwijl als een middenvelder helemaal komt uitzakken, ja, ga je daar dan met Rodri achteraan? Ja, dat waarschijnlijk niet. Als zo'n Kovacic, je wil ook niet dat hij als een soort van linksbuiten uitkomt. En dan komt dus een tegenstander voor keuzes te staan. Dus hoe ze dat opbouwen, inrichten, heeft dus ook weer te maken met wat gaat de tegenstander doen. En dus ook te maken met welke spelers heb ik tot mijn beschikking. Precies. En ja, daarom wordt Arteta er stiekem een beetje gek van. Als je wel de vraag krijgt, waarom koos je voor die formatie? En dan gaan die radertjes in zijn hoofd draaien. En dan denkt hij, ja, ik heb 43 formaties gebruikt. Dus ja, waar heb je het eigenlijk over? Blijft interessant. Jij gaat nu verder kijken. Je gaat kijken of je tot 43 komt. Daar gaan wij volgende week ook op terugkomen. We gaan kijken of die daadwerkelijk gehaald heeft. Vanavond op VI Pro is dat overigens aan te lezen. Volgende week in de nieuwe aflevering van Tactiek op Vrijdag gaan we de meest extreme formatie eruit halen. Ja, en daarnaast het nieuwe onderwerp kunnen we misschien ook wel aan de kijkers laten. Dat lijkt me goed. Ja, suggesties. Misschien dat mensen geïnspireerd zijn geraakt door Diniz bij Brazilië. Fascinerend voetbal. Ja. 7 man op 1 flank. Ja, kan gewoon. Dus ja, het kan van alles zijn. Het kan zijn. Nog veel gekker dan Arteta. Ja, en we krijgen natuurlijk een Europese speelronde tussendoor. Dus daar zullen ook dingen gebeuren dat mensen denken, hé, dat is leuk, dat is interessant. Dus gooi vooral die suggesties door. Want er gebeuren genoeg leuke dingen. We hebben deze week bijvoorbeeld ook naar Twente gekeken. Nou, ook tactisch een interessante ploeg. Zeer interessant, zeer interessant. Ajax staat een lastige wedstrijd te wachten. Precies. Precies. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Zoals gezegd, ja, vanavond op VI Pro de uitkomst of Arteta inderdaad 43 formaties gebruikt. Volgende week komen we daar ook in de nieuwe aflevering van Tactiek op Vrijdag even op terug. We gaan de meest extreme gaan we even kort behandelen. En daarnaast ook aan jullie. Wat willen jullie weten naar aanleiding van de Champions League wedstrijd, naar aanleiding van dit verhaal? Laat het weten in de comments en dan gaan we daar volgende week uitgebreid op in. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Tactiek op Vrijdag. Doei!